Wie ben je en wat doe je bij Hotech? Mijn naam is Jurre Jaspers. Ik ben 23 jaar oud en ik ben sinds februari werkzaam op de afdeling Sport. Nou, ik ben Tim Uitdraag, 20 jaar en ik loop ook stage bij Hotech, afstudeer stage. En daarnaast werk ik gewoon dagelijks mee op de salesafdeling. Ik ben Lucas van Heijst, 21 jaar en ik studeer in Tilburg. En daarnaast werk ik bij Hotech op de salesafdeling. Ik ben Erik Tachi, ik ben 21 jaar en ik loop stage hier bij de salesafdeling. Hoe ben je bij Hotech terechtgekomen? Een beetje via social media en een beetje van de mensen die hier eerder kwamen. Ik heb vorig jaar met Bob in een vriendenelftal gevoetbald. Nou, hij was eigenlijk super enthousiast toen hij bij Hotech begon. Toen ik afgelopen januari op zoek ging naar een nieuwe baan, heb ik hier gesolliciteerd. Steek je hand omhoog als je Bob kent. Wat maakt Hotech een jong bedrijf? De jonge werknemers. Maar ik denk ook dat iedereen misschien een jonge mindset heeft. Natuurlijk, we werken met heel veel verschillende leeftijden hier, maar ik denk dat iedereen wel ook nog jong van geest is. Vooral de eigenaar ook. Dus. Wat is de grootste uitdaging die je tot nu toe bij Hotech hebt gehad? Ja, ik denk ook inderdaad het samenwerken, dat het voor ons allemaal wel nieuw is. Het is een hele andere vorm van samenwerken dan dat je eerder was op school. Maar ik moet zeggen dat het allemaal wel soepel verloopt. Nog niet super grote uitdagingen gehad dat ik zo na kan denken, maar... Ik moet zeggen dat ik hier wel goed op mijn plek ben en dat alles goed in elkaar valt. Is er al een klant die je nooit meer vergeet? Ja, Gary Raaseng van Domo Presto. Altijd heel vriendelijk over de telefoon en maakt je dag wel een stukje beter. Ik heb eigenlijk de twee inkopers van Fletcher Hotels. Die heb ik laatst ook een interview mee gehad voor mijn stage. En daar heb ik eigenlijk heel goed gesprek mee gehad. Dus die zijn ook twee jonge gasten en die kon ik het goed mee vinden. En die kom ik ook dagelijks, spreek ik die via de sales. Dus, Wat is het grappigste wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Ik word altijd goed door Bob geprankt, zullen we het maar noemen. Dan doet hij alsof hij een telefoontje krijgt. En alsof degene aan de telefoon heel boos op mij is, dat ik hier een foutje gemaakt heb. Maar dat is dan niet zo. Daar word ik een beetje warm van. Wat vind je pittig aan het werken bij Hotech? Ik vind vooral op de afdeling support. Het zijn vooral de problemen en de vragen die bij ons terechtkomen. En de problemen die zijn niet bij mij ontstaan. En daar kan ik niks aan doen, maar ik ben wel degene die zich grotendeels moet verantwoorden naar de klant. En de klant die erbij moet helpen, waarbij de klant ook niet altijd even vriendelijk is. En soms denk ik wel van ja, kom op, ik sta hier eigenlijk ook los van. Maar ik moet dan wel zeg maar, mezelf professioneel opstellen en netjes blijven. Daar heb ik soms wel, denk ik wel van. Wat maakt het werken bij Hotech anders dan anders? Ja, het is gezellig. Het is, je bent serieus aan de slag, je werkt echt serieus, maar je kan ook even daartussen even een gesprekje voeren. Ja, je wordt ook alleen maar vriend of maat genoemd, niet echt. Bij je naam. Nee, en net wat je zegt, je wordt niet echt een nummertje genoemd. En het is gewoon, je kan bij iedereen goed vinden. Het is gewoon formeel, maar ook informeel. En ik bedoel, de eigenaar zelf, werkt ook mee in het bedrijf. Waar je de hele tijd dingen aan kan vragen. Dat als Dolf merkt of zo, dat ik behoefte heb aan iets anders of zo. Dat ik dan ook daadwerkelijk ook wel de kans krijg om een keer naar buiten te gaan. En dat niet genegeerd wordt. Zijn er nog roddels? Sommige ga ik echt niet op tafel gooien. Hoe zie je jezelf bij Hotech en wat is je eigen toekomst? Ik zit nu op de afdeling support. Maar dat is eigenlijk niet iets wat echt helemaal bij mij past. Dus uiteindelijk zou ik wel iets willen gaan doen waarmee ik wat meer naar buiten ga. Wat meer in beweging kan zijn, zodat ik wat meer mijn... energie kwijt kan. In principe zie ik voor mezelf wel een toekomst weggelegd hier. Omdat ik wel gewoon op mijn gemak zit en een fijne omgeving om te werken. Ja, ik hoop in de komende maanden mijn stage hier eerst succesvol af te studeren. En daarna ook aan de slag te gaan op de salesafdeling. Ik heb het daar nu ook goed naar mijn zin. En die werkzaamheden staan mij ook aan. Dus vooral doorgaan wat ik nu doe, denk ik. Ja.
Ja, ik loop mijn stage, dus ik vind het helemaal goed hier en ik ben blij, dus dat is het belangrijkste. Klopt het dat jullie naast collega's ook nog vrienden zijn? Ja, bijvoorbeeld, toevallig zijn we afgelopen weekend dan uit geweest met z'n allen, maar ook over sporten bijvoorbeeld. We hebben best veel hobby's die we gewoon met elkaar delen. Bijvoorbeeld uitwerken, gaan we soms gewoon hier sporten en ook bijvoorbeeld met eten. We letten allemaal kijken van, wat eten we? En zo motiveren we elkaar ook erg en ook gewoon buiten het werk. En niet alleen tijdens het werk. Zelfs de baas heeft de koelkast naar voren gelegd met allemaal proteïne drankjes. Ja, ja, ja. Neem hem gewoon mee. Wie van jullie is single? Tim met hoogtek.nl. 1, 2, 3. Woes!